We gaan het hebben over voetbal. Okay. Ja, want eigenlijk als je aan een klein kind vraagt, wat wil je laten worden? Dan zeggen ze allemaal profvoetballen. En Wouter, jou is dat gelukt. Ja, laten we maar even kijken naar jouw mooie beelden wat jij op het veld allemaal kan. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart. Ja, Wouter, dit ziet er natuurlijk echt te gek uit. Iedereen wil wel topsporter worden en dan helemaal voetballer. Ja. En jou lukt dat, maar je gaat het allemaal gewoon hoppakee opgeven. Waarom? Nee. Nou ja, opgeven. Ik ga een andere kant op in die zin. Tenminste, een aantal mensen weten dat ik altijd naast mijn carrière heb gestudeerd. Ik heb hier in mijn tijd van FC Twente heb ik natuurlijk hier mijn middelbare school afgerond in Enschede. Ja. En daarna ben ik psychologie gaan studeren aan de Universiteit Twente. En dat heb ik op een gegeven moment afgerond. En toen besloten dat ik toch graag geneeskunde wilde gaan doen. En je hebt nog gelukt ook om ertussen te komen. Het was een redelijke omweg, want ik had niet het goede profiel. En dan moet je weer andere vakken gaan halen. Natuurkunde, scheikunde, biologie, al dat soort dingen. Maar het is je gelukt. Het is me gelukt, ja. En nu zit ik in mijn derde jaar. Dus ik rond dit jaar mijn bachelor af en dan ben ik halverwege. Dus ik ben een halve arts, om het zo maar te zeggen. Je bent een halve arts die studeert geneeskunde aan de Universiteit in Rotterdam. Ja. Vervolgens ben je ook nog profvoetballer bij Vitesse. Ja. En vervolgens ga je nu vertrekken naar... Harvard. Goedemiddag, zeg. Ja, dus voor jou is het eigenlijk kiezen tussen je talenten bijna. Ja, nou ja, in een zekere zin wel, ja. En dat maakt het niet per se makkelijk, want het zijn twee dingen die ik heel graag doe. Ja. Ik bedoel, ook vanochtend weer, dan is het grijs, een beetje mistig. Maar dan ga je wel lekker door die modder eigenlijk. En dan ga je van de linkerhoek naar de rechterhoek. Ja, precies. Ik vind dat geweldig. Ja, en ook die combinatie misschien met chirurg, want je wil plastisch chirurg worden? Ja, ik twijfel nog. Plastisch chirurg, dat is ook vanuit persoonlijk, ik ben geboren met mijn vingers aan elkaar. Met de syndactylie heet dat. En, sorry? Precies. Schept een band. Een keeper die geboren is met zijn vingers aan elkaar. Ja. We hebben daar even beeld van. Misschien is het goed om daar even naar te kijken voor de duidelijkheid. Ik ben geboren met aangeboren handafwijkingen. Syndactylie heet dat. Dat betekent dat mijn middelvinger en mijn ringvinger aan elkaar vast zaten bij mijn geboorte. Daarvoor heb ik een aantal operaties gehad. Alleen op een gegeven moment hadden ze het niet diep genoeg gedaan. Tussen mijn wijsvinger en mijn middelvinger is hij dieper gesneden dan tussen mijn middelvinger en mijn ringvinger. En dat komt eigenlijk ook overeen hier. Ja, het ziet er heel bijzonder uit. Is dit ook een van de redenen waarom je eigenlijk zo graag plastisch chirurg wil worden? Ja, eigenlijk wel. Speelt dat mee? Ja, en ook wat mij heel erg aanspreekt in de plastische chirurgie is de reconstructieve dingen. Dus het na letsel dingen herstellen, na vuurwerkletsel, afgerukte vingers proberen toch weer iets aan elkaar te hechten. Kijk, dus je bent niet een arts die graag botox wil spuiten? Nee, kijk, dat beeld is cliché, inderdaad. Hè? Ja, nee, dat is het beeld dat veel mensen ervan hebben. En dat is heel erg jammer, want als je eigenlijk statistisch gaat kijken, zijn 90% van de ingrepen op dat gebied zijn absoluut niet van cosmetische aard. Nee. En daarvoor mag jij, moet niet, maar naar Harvard. Even voor de duidelijkheid, Harvard is natuurlijk in de meest prestigieuze universiteit in de wereld zo'n beetje. Ja. Daar kom je ook niet zomaar tussen, lijkt me. Hoe heb je dat voor elkaar gebokst? Nou ja, het zijn twee op zichzelf staande dingen die uiteindelijk heel veel overlap hebben. Ik heb enerzijds gesolliciteerd naar een onderzoeksplek in het Boston Children's Hospital. En dat is het beste kinderziekenhuis eigenlijk wel ter wereld. Dan kan je een boel leren. Ja, absoluut. En dan binnen de afdeling kaak- en aangezichtschirurgie. Dus dat is het overlap kaakchirurgie met plastchirurgie, maar ook een stukje neurochirurgie. Alles komt daar een beetje, KNO, komt allemaal bij kijken. En dan moet je je voorstellen dat kinderen daar met zoals we dat in de volksmond noemen, een hazellip, schizis. Ja. Ja. Tot ernstige problematiek waarbij de helft van een gezicht onderontwikkeld raakt. Wat hemifaciale microsomie heet. Oh. Ja, het, allemaal moeilijke termen, maar dat, daar, die kant gaat het een beetje op. En toen dacht ik, ik ben nu dus in Boston en ik heb deze plek. En een jongen... Ik heb, om heel eerlijk te zijn, zei u van elk kind droomt er wel van om profvoetballer te worden. Ik had die droom niet echt op zich. Ik weet wel, ik heb een tijd in het buitenland gewoond op Curaçao. En wij gingen vaak naar die hoek met vakantie. En toen dacht ik van, het zou wel heel erg mooi zijn om aan zo'n universiteit te mogen studeren later. Dus jouw droom was eigenlijk Harvard? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. Ja, meer op toendertijd dan überhaupt voetballen of wat dan ook. Was het een bewuste keuze om tijdens je sporttijd dan ook te blijven studeren? Want dat zie je dat niet iedereen het kan combineren of ook daarin de focus legt.
Hoe was dat voor jou? Nou ja, ik had aan mijn ouders wel een goed voorbeeld, denk ik. Mijn ouders hebben allebei gestudeerd. En die zeiden wel op een gegeven moment... Goh, weet je, je VWO, dat gaat er komen. Weet je, leuk de voetbal, maar je hebt VWO-hersenen. En ja, weet je, voetbal of niet, dat ga je afronden. Klinkt heel streng, maar dat ja, valt hartstikke mee. Dat was het ook gewoon en dan ben je inmiddels wel blij precies, mee. Ja, precies. Maar ik moet vanavond ook nog naar huis. Hè, ja, precies. Nee, maar dat, op een gegeven moment zeiden ze wel van... God, besef je wel dat het ook eenzaam kan zijn als topsporter. En ik bedoel, misschien zou jij dat kunnen onderkennen. Dat je wel eens heel erg, nou ja, helemaal als individueel sporter... dat je wel heel erg op jezelf bent. Ja, en ik merk aan mezelf wel dat ik het fijn vind ook om in een sociale omgeving nou, goed dingen te doen. Ja, en het is ook eindig, hè? Ja, zeker. Ja, absoluut. En buiten dat de tijd geweest is dat je financieel natuurlijk binnenspeelt. Ik bedoel, voor wat het waard is. Heel veel spelers hechten daar waarde aan. Maar dan denk je, ja, goh, dan stel je bent bijvoorbeeld financieel onafhankelijk. Wat nog wel eens bij voetbal gebeurt. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan de hele dag op de golfbaan staan? Ga je dan de hele dag de stad in? Ja, ik zie dat niet voor me. Nog dikkere auto, net zoals Ronaldo. Ja. En een nog groter klokje. Ja, goed, weet je, kijk, dat is een levensstijl van mensen. Ja, daar moeten ze zelf voor kiezen. Maar daar heb ik heel bewust niet voor gekozen. En ik ben wel een jongen die zich graag wil uitdagen. En ik heb heel erg als speerpunt voor mezelf dat ik elke dag weer probeer op bepaalde vlakken mezelf te ontwikkelen. Of dat nou binnen de geneeskunde is, op het veld of ja, politiek, rechten, wat dan ook. Ik wil me gewoon heel breed ontwikkelen. Nou ga je deze zomer naar Harvard. Vitesse zal wel huilend achterblijven, want daar speel je nu. Maar de hamvraag, ga je daar blijven voetballen? Ja. Heb je al een club gevonden? Nou, een club gevonden in die zin. Ik ben nog niet concreet overeengekomen met een club. Maar er lopen een aantal gesprekken in, ja, met Major League Soccer clubs. En dat is de eredivisie van Amerika. En? Kan je er al iets over zeggen? Ik kan er op dit moment nog niks over zeggen, helaas. Nee, dat wellicht de volgende uitzending. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja, maar je gaat wel blijven spelen dus? Ja, absoluut. Ja, nog 3 jaar ongeveer tot ik arts ben. En dan weet ik dat ik dan echt een keuze moet gaan maken. En om heel eerlijk te zijn, kijk daar best wel tegenop. Want het zijn, wat ik al zei, 2 dingen waar ik zo ontzettend dingen die ik zo graag doe. Ja, daar wil je eigenlijk geen keuze tussen maken. Ja, op een gegeven moment zal het moeten. Maar de komende 3 jaar wil ik in ieder geval en in het buitenland voetballen. Want ik denk dat dat mij als persoon ook ontzettend gaat verrijken. Ja. En wat mij ook straks een betere dokter gaat maken. Ik denk met verschillende culturen. Ik denk dat mijn patiënten daar later ook wel... Iedereen zit die driftig ja te krijgen. Ja, jongen, gaan het allemaal doen. Stoer, een dokter moet in de samenleving staan. Ja. En dat zie ik heel veel in mijn praktijk. Vooral de oudere artsen te veel van de samenleving afstaan. Ja. Niet sociaal genoeg zijn. Dus echt complimenten. Ja. Nee, je mag dat allemaal gaan waarmaken. Ja. We wensen je daar uiteraard heel veel succes bij. Ja, dank je wel.